Nou, dan hebben we dus het mooie potloodje. Ja, we gaan het weer hervatten. Want Lady werd net teruggebracht. Maar dat hebben jullie wel in het andere dingetje kunnen zien. Uh, nou, dan kunnen we dus ook den en helder of zo intypen. Kijk, den helder. Opslaan. Goedemiddag familie van ons. Ja. Ja. Mijn naam is Karen Stammer van de Werf. Ik ben Rodrik Stammer van de Werf. Ja en uh, het is vandaag uh, zondag 10 mei. Het is moederdag. Maar wij gaan jullie wat anders laten zien. En dat is het uitleggen van een toon. Hoe de toon werkt. Dus ik zou zeggen blijf kijken en uh, zo... Word je ook weer wat wijzer van hoe een toon werkt. Mocht jij over willen stappen naar eco en je wil een toon aanschaffen. Dus blijf kijken en tot straks. Oké, okay, dit is al een toon. Dit is mijn thermostaat, onze thermostaat. Nou, ik ga erop klikken. Tikken, klikken. En ik krijg dus dit. Hé, hey, dat is leuk. Ik heb hier al sowieso mijn klok. Ik heb hier mijn stroom wat ik nu verbruik. Mijn gas wat ik vandaag heb verbruikt temperatuur buiten den haag ja is leuk met temperatuur binnen nou ik heb hem altijd eigenlijk op weg is ideaal nou hij staat dus met uitroepteken vind ik niet zo heel fijn want ik wil het het liefst een duimpje omhoog ja want daar word ik blij van nou, dan heb je hier het wifi-icoontje en dan hebben we daar de toon staan en daar hebben we een blokje staan hey en we hebben hier allemaal leuke rondjes staan met pijltje die kant op en pijltje die kant op. Nou, dan ga ik eerst even het pijltje hierop doen. Stroom uh, vergelijk stroom gisteren, gas vandaag, stroom in uren en stroom vandaag. Hey. nou, Gaan we nog een keer. Uh, stroom laagste vandaag: 24 watt. Nou, dat is allemaal in dagen: gas, donderdag, vrijdag, zaterdag. Stroom in dagen: 1,44. Dus. Zo zie je dus wel wat ik allemaal verbruik per dag. Mm -hmm. Nou, en deze tegel is vrij. En dan zijn deze tegels ook weer vrij. Mooi. Dan gaan we dus nu geweldig naar, naar die mooie blokjes. We komen dus in het uh, menu terecht: het programma, vergelijk het weer, temperatuur, profiel, instellingen. Een vakantie, berichten, toonsupport, grafiek, ketelcoach. Hé, hey, dat is leuk. Rookmelder heb ik niet. Statusverbruik en bediening, opties en tegel toevoegen. Nou, dan kunnen we daar ook nog naartoe. En wat is toon? Nou, we gaan het even stapje voor stapje doen, jongens. Ja. Uh, doe ik programma. Nou, dat kan je allemaal instellen zoals wat jij het wil hebben. Maar ik heb hem eigenlijk, eigenlijk altijd op, op weg. vind ik gewoon fijn. Nou, weg is op uh, 16, slaap is op 15, thuis is 19 en comfort is 19. Dus ja, Hè? je kan het allemaal zo uh, wat je zelf in wil stellen. Kijk, instellen. Kijk, je het allemaal mooi instellen wat je zelf wil. Nou, al zal ik zeggen, ik wil deze op 18 hebben. Kijk, kan ik die op 18 zetten? Zal ik deze op 20 willen hebben? Kan ik die lekker op 20 hebben? Als ik die ook zeg, ik wil die op 18 en ik wil deze lekker op uh, 16 en zo. Nee, op 17 houden. Dat doen we dat? Kijk, doen we die lekker op 14. Alles kan. Nou. Gaan we weer naar terug. Hebben we die gedaan. Kijk, ik heb ook niks. Ja, uh, yeah, hij pakt hem zelf. sima Net niet en nu wel. Ja. Mooi. Nou, gaan we weer even naar het home knopje. Die is nog steeds op weg. Mooi. Dan gaan we naar vergelijk. Mooi. Ik kan ook mijn vrienden aanklikken, maar dat ga ik dus nu even niet doen uh, in verband met privacy. Ja, maar ik heb er een aantal X-vrienden erin. Nou, week. Nou, dat ben ik zelf, want ik zit dus in een uh, flatje. en dan een maand. Zo, en dan heb ik ook nog het gas, mensen. Nee, ja, beter. Het gas wel, dat weet ik. Dat. En dat in de maand tijd zit ik lekker op de pijn op de a, goed bezig. Ja, nou dan gaan we weer naar het uh, terug en dan gaan we naar het weer. Ja, hey, dat is leuk. Sinds kort heb je dus hier een mooi potloodje. Nou, dan hebben we dus het mooie potloodje. Ja, we gaan het weer hervatten. Want Lady werd net teruggebracht. Maar dat hebben jullie wel in het andere dingetje kunnen zien. Uh, nou, dan kunnen we dus ook den. En. Helder of zo intypen. Kijk, den helder. Opslaan. Kijk, kunnen we gelijk mooi kijken hoe het weer daar is. Opslaan, Doe maar. Kijk. 12 graden. 12 graden, oké. Okay. Mooi, dan gaan we weer op het potloodje doen. Dan gaan we weer naar Den Haag. Dat vind ik leuk. Nee, Den Haag. Den Haag. En gewoon naar opslaan. Ja, zo, wat een verschil tussen dag en nacht. <laughs> Mooi, nou dat heb ik dus jullie weer laten zien. Dat dat dus nu kan via het potloodje. Gaan we naar terug. Nou, temperatuur. Nou, dat is ook weer. Hè? Net zoals het programma. Hebben we profiel. Nou, Karin, dat is mijn naam. Ja. Nou, wijzigingen. Blablabla. Bla, bla. Ook heel leuk. 23 2018. Karin. Nou, ongeveer 60 vierkante meter. Vind ik helemaal best. Wat ze willen. Nou. Dan hebben we instellingen. Hé, hey, alles is top. Jee. Doen we voor, toch? Daar, en daar doen we het voor. Nou, dan hebben we het scherm. Helder uit bij slapen of weg. Kinderslot. Hé, hey, dat was er ook nooit. Vraag om mijn mening. Nooit. Nooit. Ga geen, geen zin in. <laughs> Omgeving thuis. Nee. Zo, nooit. Software. Ik zeg software. Mooi. Ook helemaal. Oh, hij gaat laden. Kijk, ook helemaal top. Doen we er weer voor mensen. Verwarming, ook helemaal goed. En dan hebben we het warm water. Ook helemaal top. Zo, nou dat is dus met mijn internet, maar dat maakt niet uit. Als jullie maar mijn en mijn wachtwoord weten, dat vind ik het best. Kijk, uh, energiemeting ook helemaal goed, best. Meldingen. Dat is mooi. Nou, joehoe, mijn telefoonnummer. Nou. Die uh, blur, blur ik wel even weg of zo, op een, een of andere manier. Dat is ook leuk. Hartstikke mooi. Uh, nou, dan hebben we vakantie. Want je kan dus ook. Als je dus op vakantie gaat, kun je dus ook nog instellen. Nou, dat is wat we, ik nooit doe. Dan berichten. Bla 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 bla. Allemaal dingen. Dat is leuk. Oh, hartstikke mooi. Nee, doei. Geen zin in. Kijk, kan je daar dus op doen? Ik, ik wil iedere keer dit doen, maar dat werkt ik niet. Nee, met pijltjes werken. Zeg maar. Zo. Dan hebben we toonsupport nog. Nou, die heb ik uitstaan. Zo. Grafiek. Heb ik ook nog. Kijk. nou Ik kan dit, dit allemaal wel doorlopen. Maar dit is hetzelfde als uh, bij de andere dingen. We hebben daar weken, maanden en jaren. Nou, dat doe ik even op jaren een paar. Een, paar, een beetje zo. wil een beetje een inzicht. En we zien een row hier zitten. Kijk, daar. Ook handig. Nou. Ik zit er nog aardig een beetje onder. Dat is mooi. Helemaal mooi. Helemaal fijn. Ja. En dan hebben we dagen. Nou. Dat is leuk toch? Nou. Dan gaan we weer naar terug. Dan hebben we de rookmelder. Wat ik niet heb. Maar dat maakt helemaal niet uit. Rookmelder. Nou. Dan gaan we weer naar. Want anders pakt hij hem niet. Hé. Hey, Dit wil ik niet hebben. Moet ik even anders doen? <laughs> Dit vind ik niet handig. Uh, maar dat komt zometeen wel weer even. Statusverbruik. Ik laat jullie wat zien. Stel, hè, ik Stel, ik zou 150 euro betalen. Wat ik niet betaal, maar oké okay, voor, hè, gewoon even een uh, ding. Dan schrijf je dus op een papiertje dat je dus 150 betaalt. Er zijn mensen en die dat betalen, ik niet. Uh, nou. Hier heb ik dan een ingeschatte bedrag. 58. Nou, dan van die 150 doe je 58 ervan af. En dan hou je dus 92. Dus over. Of je krijgt het terug. Nou, en zo kun je dat dus elke maand doen. 150 hè, of 160 of 130 of weet ik veel wat. En met het ingeschatte bedrag uh, krijg je dus uh, nog eens een keertje. En zo kan je dat dus uitrekenen dus uh, ja dat is leuk en dan moet ik weer even naar instellingen want ik kan daar niet tegen scherm uh, rechts zo kijk nu heb ik het wel weer goed kijk dus dat was eventjes in een vogelvlucht hoe de, een toon werkt nou ik wil jullie bedanken voor, ja. weer voor het kijken naar deze leuke instructiefilm misschien heb je er wat aan en denk je van hey Karin, ik wil er wat meer over weten. Laat het dan even weten hieronder in de reactie. Als je dan toch bezig bent, zie je ook een rode button met abonneren. Klik daarop, want dat is gratis. Doe dan ook gelijk het duimpje omhoog als je daar ook weer in de buurt bent. En doe dan ook het belletje. Aan, want dan blijf jij zeker ook op de hoogte met alles wat er online komt. Dus dankjewel en tot de volgende keer.